Out on the wily, windy moss, we'd roll and fall in green. You had a temper like my jealousy, too hard to greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. Echt te proberen keus te maken tussen, ga ik hem nou voluit, de Heathcliff? Dus ik zat nou even te zoeken een beetje. Ja, nou op zich was het wel leuk. Dit stukje deed je eigenlijk, probeer je op de borst te doen. Ja. Maar dat is eigenlijk nu te hoog. Dat is gevaarlijk voor je stem om dat te doen. Maar het is wel een idee. Om als we hem lager, ik vind sowieso dat hij iets te hoog is. Daardoor krijg je ook de neiging om weer met te veel valse adem te zingen. Want hij moet wel mooi, krachtig en helder zijn. Het is wel zo dat we nu heel erg nog het gevoel hebben van, oh ja, dit liedje kennen we. En zo zing jij hem. Ja, nee, dat bedoel ik. En we zitten echt te kijken naar Birgit die dat liedje zingt. Het is absoluut nog niet Cathy die op zoek is naar Heathcliff. Of die hem waarschuwt dat ze terug gaat komen. Oké, okay, we doen even een paar keer het eerste stukje alleen maar voor de toonsoort. Bad dreams in the night. It told me I was going to lose the fight. Leave behind my wuthering, wuthering, wuthering heights. Heathcliff. Volgens mij is dit wel de toonsoort. Je voelt weer, opeens ontstaat er iets. Je krijgt ook zin om te variëren. Ja. En we horen opeens Birgit. Oké, okay, en jij kent het goed genoeg om ook toch iets met de tekst te gaan doen. Hè? Dus je moet serieus denken, je staat hier. En daar is een raam, hier zit een raam. En daar zie je Heathcliff door dat raam, maar je bent dood en je kan er niet bij komen. Dus je zegt, wat was het mooi daar, buiten. En we zaten wel rollenbolden in het hooi. Maar jij was te jaloers, te heet, te hebberig. Hoe kon je mij verlaten? Out on the wily, windy moss, we'd roll and fall in green. You had a temper like your jealousy, too hard to greedy. How could you leave me when I needed to possess you? Bad dreams in the night. They told.
Ben je tevreden? Ben je zelf ook tevreden? Ja, ik krijg gewoon van ja, dat ga ik los. Ja. Nou, wij zijn nu toch getuigen ervan dat je langzaam maar zeker dat nummer tot iets van jezelf... Ja, ik dacht echt dat het absoluut niet mogelijk was. Tenminste, niet, zeker niet in die toonsoort of zo. Ja, maar zo snel. Hoe kan het zo snel? Ja, ik hoor wat kan. Hè. Ik hoor meteen wat. Ik hoor het in mijn hoofd al, bepaalde dingen. En dit is ook een echte something-truc, hoor. Om dingen waar eigenlijk normaal een climax is, om het juist zachter te maken. Omdat het eigenlijk waar het emotionele intensiteit wordt vaak in de muziek vertaald door volume. Maar als het zachter wordt, is het eigenlijk soms nog wel intenser. Het is hetzelfde als ik tegen jou zeg, ik sla je helemaal in elkaar. Of ik zeg, ik sla je helemaal in elkaar. Dat is enger. Wat valt er eigenlijk nog te leren voor Wegert? Je schrikt vaak van hoog. En dan ga je juist zo doen of zo doen. Als je die kaken losgooit, kan je veel makkelijker hoog. Je kan meer met dynamiek bepalen. Ik ga hier zacht, ik ga hier langzamer, ik ga hier sneller. Dat, maar daar moet je ook de muzici voor hebben. Hè? Om dat met je samen uit te proberen. Zeg, mag ik nou nog iets vragen? Nou, nee hoor. Ja. Hè, zing een stukje. Ja. Die heb ik niet. We had a dream. Don't you remember? We had a dream. Just you and I, now and forever. We had a dream. Make a little magic every day. Never let the magic go away. We had a dream. We had a dream.